Welkom bij alweer de 7e StayFit Judo Training vanuit Hoogvliet, Rotterdam. En vandaag, voordat we beginnen, wil ik even een aantal kleine feitjes opnoemen. Want in totaal hebben we nu al 16.000 views gehad. Bijna 16.000 views. En het best bezochte filmpje, of het best bekeken filmpje, is met bijna 5400 views. Dat was de tweede training. En dat zijn echt wel hele goede aantallen. Dus iedereen is keihard aan het trainen. Ik ga ervan uit dat iedereen meedoet wat er in de training gebeurt. En ik zag net voor de training nog een leuk berichtje van Edgar Fluit. Die gaat vandaag ook meedoen. Edgar, goed dat je er bent. We kunnen beginnen met de training. Als Melchior hier komt, gaan we weer beginnen. Het eerste wat we gaan doen is dat we beginnen met joggen. We gaan joggen op de plaats. Denk er weer aan. Als je een blessure voelt of als je ergens iets niet helemaal lekker zit, stop gewoon eventjes en kijk of je daarna weer mee kan springen en weer mee kan doen. En als dat niet lukt, nou ja, dan vandaag even niet. Maar daar gaan we natuurlijk niet van uit, want we gaan gewoon kaarten weer er tegenaan, 45 minuten lang. We gaan iets versnellen op de plaats. Doe maar mee. We gaan versnellen. 10 seconden. 10 seconden. En we joggen weer op de plaats. En daar komt hij de tweede keer versnellen. 3, 2, 1 en go! Hou vol, hou vol, hou vol. En jog weer verder. Ik loop even naar de andere kant. Dit doen we zo meteen nog één keer. We gaan nog één keer 10 seconden versnellen. 3, 2, 1 en go! 10 seconden, kom aan! Drie, twee, één. En jog weer verder. Oké, de volgende oefening. We gaan onze knieën heffen. Dus de knieën gaan naar de borst op heuphoogte. Daar naartoe. 3, 2, 1. En go. Op, omhoog met die knieën. 10 seconden. En jog weer verder. Heel goed. De tweede keer. Klaar. Go! 10 seconden. Door, door, door. En jog weer door. Oké, dit gaan we nog één keer doen zometeen. 5, 4, 3, 2, 1. En go! Omhoog met die knieën. En jog weer door. Heel goed. De volgende oefening, die gaat Melchior eerst twee keer voordoen. De volgende oefening, we blijven joggen. Als ik zeg ja, draai je om. Hup, draai je om en jog je weer verder. Dus hij is aan het joggen. Yep, dan draai je zo snel mogelijk om. Oké, doe maar mee, draai zo. Doe maar mee, daar gaat hij, joggen, klaar. Yep, en draai om. Jog verder. Goed luisteren. Klaar, yep. De ene keer draai je rechtsom, de andere keer draai je linksom. Yep. En draai om. Jog weer door. Klaar. Go. Hup. Oké, goed zo. Klaar. Go. En go. Oké, dit doen we nog twee keer. Klaar. Go. Laatste keer terug. Go. Oké, de volgende oefening. Je zakt op mijn signaal naar beneden en je springt omhoog. Kijk maar. Go! Je zakt door en op. En je jogt weer door. Go! Up. En weer doorjoggen. Goed zo. Als je een laag plafond hebt, tik het plafond maar aan. Go! Hup. Oké, en verder. Goed zo. Go! Dit gaan we nog drie keer doen zo. Go! Up. Klaar, komt ie. Ah, wie sprong er? Zeg eerlijk, wie sprong er? Go! En de laatste keer. Go! Oké, blijf joggen. We gaan nog één keer 10 seconden versnellen. Daar komt ie. 3, 2, 1. Yes, en versnel. Drie, twee,
1, jog weer verder. Komt u nog één keer de knieën even zo meteen. 5, 4, 3, 2, 1. En omhoog met die knieën. Kom aan. 10 seconden. 5, 4, 3, 2, 1. En jog weer verder. De volgende twee. We gaan twee keer omdraaien. Op mijn signaal. Go. Hup. En jog weer door. Zometeen de andere kant. Go. En we gaan twee keer omhoog springen. Go. Hop. Jog weer verder. En go. Oké, dit was het eerste deel van de warming-up. Pak even een touwtje en je elastiek erbij. Dan pak ik de timer erbij. En dan gaan we beginnen, als je je touwtje hebt, met 1 minuutje touwtje springen. Als je al je touwtje hebt, ga er staan. En 1 minuut gaat in. Kom maar, 1 minuut. Gewoon op je gemakje. We zijn bijna op de helft. Als je geen touwtje hebt, kan je natuurlijk ook met je judoband springen. Of gewoon op de plaats. Daar kan ik ook gewoon prima mee doen. Hup, 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 hup. Nog 15 seconden. En dan gaan we naar de grond en dan komen we staan in de plank. Mag je zo staan. Ellebogen, je lichaam is recht. Ellebogen op de grond. Ja, je hoofd is in het verlengde van je lichaam. Je heup een beetje naar beneden. Oké, daar gaat hij. Een halve minuut, gaat in. Hou je lichaam recht, je buik goed aangespannen. Geen holle rug maken, melk je doet het goed. Zijn rug is vlak. Dit houden we een halve minuut vol. Nog 5 seconden. 5, 4, 3. Melchior draait vast naar zijn zij. Dit is de volgende oefening. Hand in je zij. 15 seconden. Blijf staan zo. Drie, twee, één. En andere kant. Hup, je lichaam is weer recht. Daar en zo ja. Blijf staan, hou vol. 5 seconden. 3, 2, 1. Oké, kom in lichtsteun staan. Je voeten uit elkaar. We gaan 12 stofzuigers maken. Daar gaat hij. 1, 2. Probeer je knieën los te houden van de grond. Je ellebogen gaan wel naar de grond en je drukt jezelf door. 12 keer. Oké, dan kom je staan, pak je het elastiek. Dan pak je hem laag vast en dan gaan we een deadlift maken. Je staat op je elastiek en je drukt jezelf omhoog en je komt weer naar voren. Je knieën blijven in dezelfde hoek. Dit gaan we 15 keer doen. Je rug is heel goed recht, keurig. Oké, daar gaat hij, 15 keer. En omhoog, op. Op, hou je knieën in dezelfde hoek. Dus je buigt naar voren en op. Zo ja. Je benen niet overstrekken, hou ze liggen bogen. 15 keer. Als het nou heel erg makkelijk is, dan pak je gewoon je elastiek wat lager vast, wat meer spanning. Is het te zwaar, doe je hem natuurlijk wat langer. Rug blijft goed recht. En 15. Oké, goed zo. De eerste oefening. We pakken weer het touwtje. We gaan 1 minuutje springen. Klaar. Go. Daar gaat hij. 1 minuutje. Ontspannen. Nog een halve minuut.
15 seconden. Vijf, vier, drie, twee, één. Oké, we komen weer bij de plank. Ja, en die gaan we een half minuut weer doen. Je lichaam is weer recht. Je buikspier goed aangespannen aan de onderkant. Oké, half minuut gaat in. Geen holle rug maken, dus niet hier naartoe willen. Je rug is vlak. Daar, vlak. Goed aangespannen, buikspieren. Heupen iets naar voren gekanteld. Je lichaam is in het verlengde van je hoofd en je bent gewoon een plank. Keurig. 10 seconden nog. 5, 4, 3, 2 en draai naar één zijkant. 15 seconden, blijf hier staan. 5, 4, 3, 2, 1 en wissel, andere kant, keurig, 15 seconden. 5, 4, 3, 2, 1 en we staan weer in lichtsteun, voeten uit elkaar, 12 stofzuigers, daar gaat hij. Knieën blijven los, ellebogen aan de grond en druk jezelf door, 12 keer. En na 12 kom je weer staan. Pak weer je elastiek erbij. Je knieën blijven licht gebogen. Dus nooit je knieën overstrekken. Licht gebogen en je holle rug. En daar trek je hem aan omhoog. Heel goed. 15 keer. 1. 2. Heel goed dit. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9, 10, nog 5 keer. 3, 4, en hierna mag je gelijk weer komen liggen in de plank. Gelijk weer in de plank. Ja, daar gaat hij. Een halve minuut. En 3, 2, 1, go. Daar gaat hij. Halve minuut. Ietsje vlakker houden hier. Daar ja. Op de helft, nog 15 seconden. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Je mag omdraaien naar je rug, want we gaan 20 buikspieroefeningen maken. Daar komt hij, 20. Ja, daar gaat hij. 1, 2. Je mag helemaal omhoog, maar dat hoeft niet. Als je je rug gewoon bol maakt, dit is ook goed. Hier voel je ook spanning mee op je buikspieren. Maar wel 20 keer. 19 en 20. We komen weer staan in lichtsteun. Voeten uit elkaar. 12 stofzuigers. 3, ja, 2, 1... En go, daar gaat hij 12 keer. Het laatste stukje van de warming-up. Kom aan. Hou je lichaam los. 11 en 12. Oké, pak weer het elastiek. De laatste 15. 10. Je rug is hol. Daar komt hij. Oké, 15 keer. Yes, 1. 10. Heel goed. Hou je rug altijd hol. In ieder geval spanning. Nooit met een bolle rug hier gaan staan. Altijd vlak of hol. 15. Heel goed. Nou, dit was de warming up. Als je even kort wilt wat drinken, kun je wat drinken. Ik ga de volgende oefening uitleggen. De eerste oefening van het eerste blokje. Ik sta zo meteen lichtsteun. Ik heb één been voor en ik ga wisselsprongen maken. Hup. Daar. Dit doe ik 30 keer.
Dat is de eerste oefening, 30 keer. Daarna hou de boom vast. De favoriete oefening van Chris Korte, mijn trainer. Voeten ietsjes uit elkaar, mijn armen zijn rond en hier sta ik laag. Dan zorg ik ervoor dat mijn rug vlak is, dus ik sta niet met mijn billen daar. Mijn rug is vlak. Hier gaan we 25 seconden blijven staan. Daarna pak ik het elastiekje erbij. Heb ik mijn handen hier en ga ik naar voren. Hup, een front race. Die kant op. Ja, dat mag ook met de fietsband. Als ik hier een fietsband heb, kan ik dat hier ook. Ik ga op de band staan. Op en terug. Op en terug. Dan blijven mijn handen blijven omhoog. En de laatste is de Uchikomi. En die doen we ietsjes anders. Want ik sta, ik heb één hand. Ik sta met twee voeten naast elkaar. Ik draai in en ik ga naar achter. Ik zak in. Mag ik iets naar achter nog? Ja. Ik zak in. Op. Daar. En ik kijk op mijn pols. Op. Op. Uit mijn benen. En ik strek mijn heup. Op. Daar. 10 keer rechts. 10 keer links. Hup. 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 Dan probeer ik explosief naar voren. En rustig terug. Op. 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 10 keer rechts. 10 keer links. Oké. Ik pak mijn timer erbij. De eerste ronde, de eerste oefening, zijn er 30 wisselsprongen. Als iedereen er klaar voor is, gaan we beginnen. 3, 2, 1, go! Oké, 30, dan komen we staan. Hou de boom vast. Onze voeten zijn, ja, je mag wel even wachten. We hebben nog 20 seconden. Onze voeten wijzen iets naar buiten. Knieën zijn gebogen. Je rug is zometeen vlak. En je armen zijn, ja, rond. Nog 10 seconden. 5, 4, 3, 2, 1. En hou vast. 25 seconden. Zak goed door je benen. Je voeten mogen ietsjes naar voren. Dus je hakken naar buiten, juist, daar ja. Hou vast zo. 25 tellen. Blijf rechtop. Daar, heel goed. Drie, twee, één. Oké, pak je elastiek erbij voor de frontrace. Of de fietsband. Je armen blijven gestrekt en gaan recht naar voren. Tot schouderhoogte. Dus niet tot hier. Schouderhoogte. 3, 2, 1, go. Op. Heel goed. 2, daar ja. 15 keer. Nog 5 keer. En 15. Oké, dan pakken we, ja, hou deze maar. Dan pakken we weer het elastiek. Heb je een beetje draaien? Ja, zo. Oké, komt die Uchikomi. 10 keer aan één kant. Je zakt een beetje door je been. Oké, 3, 2, 1 en go. Op. 2. Harder aantrekken. Ja. 4, 5, 6. Uit je benen. Strek je lichaam. 10 keer en dan 10 keer de andere kant. Yes. Op. 2, 3. Dus je voeten blijven staan. Je lichaam strek je uit. En je trekt vanuit je mouwarm trek je hem aan. En 10. Oké, dan gaan we naar de eerste oefening. De wisselsprong. Nog 15 seconden. Vijf, vier, drie, twee, één. En go. Op. 30 keer. En 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Oké, de volgende oefening. Hou de boom vast. We hebben nog 20 seconden. Het wordt vandaag een zware dag voor de buikspieren en de bovenbenen. Nog 10 seconden. Je hakken wijzen een beetje
je naar voren, je voeten wijzen een beetje naar voren. Dus niet te ver open. Recht naar voren je voeten. 3, 2, 1. En go. Daar, zo ja. Hou vol. 25 seconden. Voor die bovenbenen. Tien seconden nog. Vijf, vier, drie, twee, één. Oké, volgende oefening. De frontrace. Pak weer het elastiek op de fietsband. De armen gaan zo meteen gestrekt naar voren. Tot op schouderhoogte. Drie, twee, één. En go. Dit hoeft niet sneller als dat Melchior het zo doet. Dit is een heel goed tempo. Nog 5 keer. 15. Oké, we komen klaarstaan voor de uchikomi vanuit stilstand. Dus je staat stil, je arm gaat omhoog. Je strekt je heup. Dus ik blijf niet hier staan, ik wil helemaal hier naartoe. 3, 2, 1 en go! Zak door je been en trek aan. En wissel, andere kant. Voeten naast elkaar. Up. 2. Kijk elke keer op je pols. De bovenkant van je pols. En 10. Oké, de laatste ronde gaat voor dit blokje in. We beginnen met 30 wisselsprongen. We hebben nog 10 seconden. Vijf, vier, drie, twee, één. En go, daar gaat hij. 30 keer. Twintig, één, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht, negen en 30. Oké, dan gaan we klaarstaan voor hou de boom vast. We hebben nog 20 seconden. Melchior begint al te zweten. Het is natuurlijk vandaag, deze week al begint het wat warmer te worden. Dus de afgelopen week was het hier redelijk fris. Nu loopt de temperatuur toch ook op. Wellicht dat het bij jullie thuis ook zo zal zijn. 3 seconden. Klaar. 25 tellen. Hou de boom vast. En go! Als je benen beginnen te trillen, geen probleem, maar gewoon blijven staan. Nog 5 seconden, kom op. 5, 4, 3, 2, 1. En volgende oefening, pak de elastiek of de fietsband. De frontrace, 15 keer, kom aan. 5, 4, 3, 2, 1. En go, op. Op. Vijf keer nog, kom op. 12, 13, 14 en 15. Oké, daar komt hij. Uchikomi. 10 seconden. Elke keer draai je hand. Dus ik kijk aan de bovenkant van mijn pols. Dus ik kijk naar die kant. Daar gaat hij. 3, 2, 1 en go. 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Andere kant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Oké. Nou, weer een slokje. Neem even een slokje. Ik ga de volgende oefening uitleggen. De eerste oefening. Ik kom liggen op mijn rug. Mijn handen zijn onder mijn billen. Mijn benen zijn gestrekt. En ik heb op. Daar. Die kant. Ik zorg ervoor dat mijn rug in de grond blijft. Dus ik ga niet hier liggen.
met een holle rug. Mijn rug blijft in de grond. Hup, daar. Laag en op. Laag en op. Dat is de eerste oefening. Die doe ik 20 keer. De tweede oefening is de lunge, maar dit keer zijwaarts. Dus ik stap zij en terug. Zij en terug. Hup en terug. Je mag ook je handen achter je hoofd houden. Als je daar fijner bij voelt. Hup en door. Hup. Dit doen we 14 keer. 7 per been. De volgende is met het elastiek. Ik ga weer op het elastiek staan. Ik pak hier vast en ik druk omhoog. Daar. Ja? Deze oefening doe ik ook 15 keer. En de laatste is weer met de uchikomi. Ik draai in uchikomi. Ik draai terug en hier zak ik door mijn benen. Daar. Op, draai, terug. Op, draai, terug. Op, draai. Dit doe ik 10 keer. Na deze 10 keer doe ik 5 keer. Hup, daar. Op tempo. Dus 10 keer met een squat en daarna 5 keer snel. Oké, de eerste oefening. De buikspier vanuit de benen. Ik ga de timer weer aanzetten. 5, 4, 3, 2, 1 en go. Daar gaat hij. 20 keer. Hou je rug goed aan de grond. Je hoofd mag eventueel omhoog. Dat is makkelijk om je rug bol te houden. Ja, 20 keer. Nee, 20. En 20. Oké, dan komen de lunges zijwaarts. 5 seconden. 3, 2, 1 en go. Op. Je been blijft daar. Heel goed. 7 per been. Als je je armen voor je balans naar voren wil doen, is dat ook goed. Hou je been gestrekt opzij. Keurig. Nog 4 keer. En de laatste. Heel goed. Oké, pak het elastiek. De shoulder press. Duw het elastiek omhoog. 15 keer. Klaar. En go. Daar gaat hij. Op. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nog 5. Kom aan. 4 en de laatste. Oké, 5. Heel goed. Daar komen de uchikomis met de squat. We hebben nog 20 seconden. Je mag helemaal door je hurken zakken, maar je mag ook wat lager hier. 10 keer met squat. Dat gaan we echt in onze benen voelen. En 10 keer, of 5 keer op snelheid. We hebben nog 5 seconden. 3, 2, 1 en go. Dus in en zak. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 5 snel. Komt-ie, souplesse. 2, 3, 4 en 5. Keurig, heel goed. Oké, de eerste oefening. De buikspier vanuit de benen. Nog 5 seconden. 4, 3, 2, 1 en go. Daar gaat hij. Hou je rug goed aan de grond. Geen holle rug. Hou nog steeds de controle in je rug. Bolle rug houden, buikspier goed aanspannen, geen holle rug. Oké, en we komen weer staan. De lunges opzij. 3, 2,
1 en go. Hup. En zij. 14 keer, 7 per been. Je hoeft niet per se zo laag. Je mag ook iets hoger blijven. Dit is ook goed. Als je lager kan, probeer je lager. 13 en de laatste 14. Oké, we pakken het elastiek weer voor de shoulder press. Omhoog drukken. Vijf, vier, drie, twee, één. En go, daar gaat hij. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4 en 5. Heel goed. Daar komen de Uchikomis weer. We hebben nog 20 seconden. Daar gaat hij. 5, 4, 3, 2, 1 en go. Hup en zak. Heel goed. 2, 3, heel goed. 4, 5, 6, 7 en 8. 9, nog eentje. En dan komt hij. 5 keer. Yes. 1, 2, 3, 4 en 5. Oké, keurig. Nog één blokje, nog één rondje. De eerste oefening, de buikspier vanuit de benen. 10 seconden. En 3, 2, 1 en go. Daar gaat hij. Hoofd is weer omhoog. Nog 5 keer. 1. Oké. Daar komen we weer staan. De lunges zijwaarts. Als de lunges naar de zijkant echt heel te zwaar zijn, kan ik ook gewoon een stap naar voren maken. Oké, daar gaat hij. Go. Hup. Je mag ook gewoon naar voren stappen. Als zijwaarts te zwaar is. Probeer je been gestrekt te houden. Daar, dit is goed. 7 per been. Kom aan. En de laatste twee. Oké, komt weer het elastiek, de shoulder press. We hebben nog 12 seconden. 5, 4, 3, 2, 1 en go. Daar gaat hij, 15 keer, kom op. Kom aan Melchior, laatste 5, op. 2, 3, 4 en 5. Keurig. We hebben nog 20 seconden. Dan komt die Uchikomi doorzakken. En alle Uchikomis maken wij naar rechts. Nog 10 seconden. En 5, 4, 3, 2, 1. En go. In en zak door. Heel goed. Hup. 3. 4. Vergeet niet je armen te openen. Hup. Heel goed. 6. 7. 8. Hup. 9. En 10. En 5. Komt ie. Yes. 2. 3. 4. En 5. Oké. Keurig. Dit was alweer het tweede blokje. Jullie kunnen even een slokje nemen. Het volgende blokje ga ik uitleggen. Ik begin weer met een buikspier. Mijn benen gaan om en om. Daar en daar en daar. Mijn handen gaan elke keer naar mijn tenen. Daarop. Deze oefening gaan we 30 keer doen. 15 per been.
voor de buik. De tweede oefening is de heuplift met één been. Ik lig op mijn rug, mijn voet is plat, mijn andere been is gestrekt. Ik ben op en ik kom op mijn teen en laag. Op en terug. Op en terug. Ik lift mijn heup. Daarna andere been. Op en terug. Op en terug. Dat was de tweede oefening. De heuplift doen we 10 per been, dus 20 in totaal. De volgende, opdrukken, maar met onze handen smal. Dus ik ben hier, mijn ellebogen gaan langs mijn lichaam en daar druk ik me op. En op. Dus ik ben hier, normaal ga je ellebogen naar buiten, althans normaal, meestal zo. Handen zijn nu smal, langs je lichaam. En op. En daar. Die oefening gaan we 12 keer doen. En de laatste oefening is de Uchikomi met de squat. Maar dan aan de linkerkant. En daarna ook weer 5 snel. Dus 10 met squat en 5 weer snel. Oké, het laatste blokje. Zijn jullie er klaar voor? De eerste oefening. De buikspier. De knipmes. Deze oefening heb ik lang geleden van Wieger Tunissen gedaan. De krachttrainer toen van onder andere Mark Huizinga. 30 keer, daar gaat hij. 3, 2, 1 en go! 30 keer. Handen gaan elke keer naar je tenen. Dit ga je heel erg in je buikspieren voelen. En 30. Oké. Heuplift met één been. Dan moet ik natuurlijk wel de timer ook aanzetten. We gaan door. 5, 4, 3, 2, 1 en go! Vijf, oh zes, zeven, sorry, acht, negen en 10. Andere been, daar gaat hij. Op. En 10. Oké, dan komen we om, draaien we om voor de lichtsteun. 12 keer, handen zijn smal. 5 seconden nog en ik druk mezelf daar omhoog. 3, 2, 1 en go. Hou je lichaam recht. Heel goed. Houd recht, houd recht, houd recht. Ja, daar ja. En 12 keer. Na de 12 komen we staan. We hebben nog 20 seconden. Uchikomi's zijn aan de linkerkant. We deden net rechts. Nu zijn de Uchikomi's links. 15 seconden nog. Wat ik aan het begin zei. Dit is een zware training voor de bovenbenen en de buikspieren. En ook de schouders natuurlijk. 5 seconden. 3, 2, 1 en go. Ik draai in. Hup en zak door. Links beginnen. Hup. Juist. 4. 5. 6, heel goed. Als Melchior aan mij naar voren trekt, gaat het goed. 8, 9 en 5 snel. Daar gaat hij. 1, 2, 3, 4 en 5. Oké, we hebben nog 15 seconden. De eerste oefening, de knipmes. Of het knipmes. 3, 2, 1. En go, daar gaat hij. Tien keer nog, kom aan. Oké, keurig. Blijf maar liggen, we gaan zo meteen door met de heuplift. Nog 20 seconden. Eenbenig heuplift. Elke keer kom ik op mijn teen. 5, 4, 3, 2, 1 en go. Op. En op. Probeer je heupen elke keer los te houden, dus niet neerleggen. Negen. En andere been. En komt-ie. Op.
En 10. Keurig. Oké, volgende oefening. Opdrukken. Handen zijn smal. Ellebogen langs je lichaam. 5 seconden. 3, 2, 1. En go. En op. Als het echt niet meer gaat, mag je eventueel je knieën op de grond zetten. Maar probeer die 12 te halen. En je ellebogen niet aan, maar langs je lichaam houden. Daar blijf ik drukken. De volgende oefening. Het elastiek. We hebben nog 20 seconden, dus maak het opdrukken rustig af. Naar de linkerkant. 15 seconden. Vijf, vier, drie, twee, één. En go, daar gaat hij. Uchikomi links en zak door. Hup. En uit je benen kom je weer omhoog en draai je gelijk in. Hup. En daar komt hij. Vijf snel. Twee, drie, 4 en 5. Oké, keurig. Nou, nog 4 oefeningen. Kom aan. Hou vol. De eerste is weer de knipmes. 30 keer. 15 per been. 3, 2, 1. En go. Op, 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 op. 30 keer. Kom aan thuis. Oké, keurig. Nu voel je je buikspier wel een beetje branden, of niet? Dat is goed. Als je thuis voelt branden, helemaal goed gedaan. Als je het niet voelt, waarschijnlijk ook goed gedaan. Alleen heb je, zijn je buikspieren iets meer gewend. Oké, 10 seconden. Of heb je misschien de vorige oefeningen niet goed gedaan, dat kan ook. Ja. 5, 4, 3, 2, 1... En go, de heuplift. Elke keer op de teen. En andere kant, 10 keer. En 10. Oké, dan draaien we weer om. We hebben nog 10 seconden. Opdrukken smal. 12 keer. Je ellebogen blijven langs je lichaam. We hebben 3, 2, 1. En go. Op. 2, 3. Als het echt niet gaat, zet je je knie op de grond. Maar ga die 12 proberen te halen. Niet opgeven. Oké, we hebben nog 30 seconden. Dus gewoon die 12 afmaken. Na die 12 keer pakken we het elastiek er weer bij. Nog 10 seconden. 3, 2, 1, de uchikomi en de squat. 1, en zak door. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En zometeen, 5 snel. Hup, 1, 2, 3, 4 en 5. Oké, keurig. Heel goed gedaan. En dat brengt ons alweer... Melchior, dat brengt ons alweer bij het einde van de training. De laatste oefening hebben we gedaan. Vergeet niet om de filmpjes en foto's allemaal zoveel mogelijk op social media te zetten. Ons erin te taggen. Dan kunnen we de filmpjes zoveel mogelijk delen. De volgende training is aanstaande vrijdag om 7 uur weer. En we zijn inmiddels alweer bezig voor een special guest. Dat zal niet aanstaande vrijdag zijn. Wellicht volgende week, dus hou alles goed in de gaten. Als laatste van vandaag staan we weer rechtop. We groeten netjes af. Re.